Het beeld van de gespierde kleerkast die, als het nodig is, orde op zaken stelt, is achterhaald. De moderne beveiliger moet veel meer in zijn mars hebben. Harm Edens kan daarover meepraten. Hij werkt als beveiliger bij het asielzoekerscentrum in Bellingwolde. Veel mensen, nationaliteiten. Uh, nou, verbale agressie, non-verbale agressie. Uh, mensen die willen praten. Alles. Dief? Wat is een dief? He, daar komen we natuurlijk later in de opleiding nog op terug. Artikel 310 van het Wetboek voor Strafrecht, Heidi. En daarom moet de moderne beveiliger op cursus. Hij of zij wordt steeds meer een gastheer of vrouw die moet kunnen luisteren, terugkoppelen en analyseren. Tijdens de cursus leren de beveiligers ook hoe ze moeten omgaan met conflicten en vooral hoe die voorkomen kunnen worden. Dat is ook, dat is ook leuk natuurlijk. Hè? Daarom duurt die opleiding ook bijna drie jaar. Dat we toch rustig kunnen opnemen, allemaal die stof. Maar waar werkt u zeg maar, dagelijks? Normaal werk ik op uh, co-allocaties. Met asielzoekers werk ik. Maar ik heb verleden ook weer bij Schiphol gewerkt. Ik heb in een gevangenis naar Hoge gewerkt. Het is allemaal ja, een lekkere, lekkere brede vooropleiding. Zeg maar. Na drie jaar hebben de beveiligers een MBO-diploma niveau 3 op zak. Maar of ze dan ook meer gaan verdienen, is nog maar de vraag. Nou, dat zit er niet meteen in, want uh, de beveiligersmarkt is een, uh, is, is een hele lastige markt. En uh, het is vooral voor de mensen zelf ook om ze een stap hoger te helpen. En dan kunnen ze binnen en buiten Trigion hun doorstromingsmogelijkheden uitnutten. Ja. Trigion is het grootste beveiligingsbedrijf van Nederland met ruim 8500 beveiligers in dienst.